Hallo dames en heren, mijn naam is Vincent van de Vincent Games en dit keer gaan we No Limits doen. Het is misschien wel weer een tijdje geleden, ik ben op vakantie geweest, dat weten jullie inmiddels wel. En zoals jullie weten van de No Limits serie gaan we 3 achtbanen doen. En jullie kunnen in de comments kiezen welke achtbaan doorgaat of gewoon heeft gewonnen van die 3. En de eerste achtbaan waar we mee gaan beginnen na het intro is ja, je ziet het al. Oké, people, let's go to work. Kijk, en als ik dan zo'n menu zie, waarom zie ik geen menu nu? Ik zie geen menu. Waarom zie ik geen menu? Hallo? Oh, daar is een menu. Zo, raar. Nee, je ziet dan deze foto. Hij heeft zijn eigen lettertype gekozen voor de achtbaan. Het is een hangende achtbaan. Mijn spel loopt ook gelijk vast. Het gaat helemaal goed. Ja, je kan dus zien, het is een hangachtbaan. Beetje een Black Mamba idee, denk ik. En ik zie een logo heeft hij gemaakt. En mijn spel loopt vast. Hallo, reageer. En we zetten in de map. En zelfs het logo heeft hij in 3D gemaakt. Fantastisch. En ik denk, ja, ik ben aan het vliegen. Dit is de achtbaan. Hij heeft gewoon een heel park ervan gemaakt. Wauw, dit ziet echt heel ziek uit. Ik ben benieuwd of ik kan lopen. Even kijken hoor, want ik ben aan het vliegen. Nou, je zou hier dus moeten lopen. Hier heeft hij nog meer dingen gebouwd. Ziet echt heel mooi uit. Nu weet ik ook de reden waarom het zo lang laden ook. Nou, je gaat hier in de Eurelole. Ik weet nog steeds niet hoe je het zegt. Maar hier kan je dus in het karretje zitten om een foto te nemen. Om te wennen hoe je zit in zo'n gondel. Ik vind het echt heel origineel. Ik loop het pad gewoon af. Ook gaaf hoe je dan zeg maar de achtbaan kan zien vanaf de pad. Nou, dan loop je zo. Heel breed, brede wachtrij, vind ik. Ga je over de achtbaan heen. Kom je hier in een andere attractie. Volgens mij zijn we niet in de achtbaan gegaan. Hoe komen we in die attractie? Loop ik hier niet goed dan? Even kijken hoor. Waar is de ingang in vredesnaam? Ben ik er overheen gelopen? Even zoeken, want ik wil het wel even netjes zoeken. Is die binnengebouwd? Oh wauw, het is hier helemaal binnen joh. Waar komt dit vandaan dan? Oké, hier is dus een kleine ingang. En die loopt via hier. Oh, op deze manier. Ik wil even kijken waar dit uitloopt. Want dat vind ik altijd wel interessant om te zien. Hoe mensen hun creativiteit tonen. Ik geloof deze deur, maar die is dicht. Nou goed, dan gaan wij een rondje doen. Even zoeken, waar is de achtbaan? Oh, ik zit achter de schermen. Dus even zoeken, maar... Als het goed is moeten we hier gaan wachten totdat er een achtbaan komt. Ik ben heel benieuwd. Laten we wachten tot er een achtbaan komt. Daar komt er een. Nou, het is een wonder. Het ziet wel echt heel gaaf uit dit al hoor. Dit heb ik eigenlijk nog niet gezien in No Limits of op mijn kanaal. We stappen in. Huppakee. En ik zit een beetje in het midden. Ik zit echt helemaal raar. Ik zit echt heel raar. Ik zit niet op een bankje. Wacht even. Laat me op een bankje proberen te zitten. Oké, ik moet dus hier in het midden zitten. Oké, dat is apart. En ik heb een lekker bak chips bij me. Dus ik geniet helemaal met nog net geen popcorn. Het gaat natuurlijk om de achtbaan. Maar ik vind het hele park eromheen ook fantastisch gedaan. Dus... ja, sowieso dit soort park, die scoren altijd wel hoog bij mij. Dus het is spannend of die andere 2 achtbanen deze achtbaan kunnen overtreffen. Ik vind het echt heel vet gethematiseerd. Zelfs de binnenkant had aan de muren een soort van print erop staan. Echt fantastisch. Echt heel gaaf dit. Hij gaat ook lekker wild over de kop, heel vaak. Dat hebben we echt goed gedaan. Huppakee, weer een kurkentrekker. En nu gaan we naar binnen, denk ik. Zadelijk. Dat is ook heel gaaf, hoor. Ja, kijk eens. Oh, gaaf met lichten gedaan. Fantastisch gedaan, dit. Ah, dit vind ik toch echt heel bijzonder om ook gewoon in No Limits te laten zien. Kijk die bekleding, ja fantastisch. En wat remmen erin. En dan gaan we nog een afdaling krijgen. En die ziet er ook fantastisch uit dit hoor. Hij heeft ook aan alles gedacht. Qua hekjes aan de zijkant. Tot aan bekleding. Echt aan alles gedacht. Fantastisch gedaan. Grote complimenten voor dit project. Echt fantastisch. En we gaan snel door naar de volgende achtbaan. En ja, ik ben benieuwd of... Ik ga naar de editor. Waarom ga ik naar de editor? Ik moet helemaal niet zijn bij de editor. Play. We gaan naar Dracula. Dat wordt de tweede achtbaan die we gaan bezoeken. De Dracula. En ik ben benieuwd of die ook zo gaaf gethematiseerd is als de eerste achtbaan die we hebben gedaan. Want dat zag echt heel vet uit. Oké, heel simpel. We vertrekken vanaf het station gelijk. En het is een lanceerachtbaan. Het ziet er heel erg compact uit als ik het zo zie. En heel gaaf al. Daar gaan we jongens. Oh, hij haalt het ook maar net hoor. Oh, dit ziet er heel leuk uit. Dit wordt een hele moeilijke keuze voor jullie, denk ik. Dat hoop ik wel. Maar dit vind ik ook gaaf. Oh, dat einde. Zo, dat was heel apart. Ik ga er even doorheen vliegen. Een hele gave achtbaan dit. Heel compact. Hij ziet er ook echt heel vet uit als ik er zo langs ga. Het einde was ook heel apart. Dat het ineens... Hier, dat had het wel echt een scherpe bocht in één keer. Heel jammer dat het zo ging, maar wel apart. Nou, zo kan je het best wel laten eindigen, denk ik. En ja, toch wel een hele unieke achtbaan vind ik dit, hoor. Toch wel best wel positief over dit. Maar ja, of ik de eerste kan tippen, dat is... Dat weet ik nog niet. Ook al vind ik deze wel echt heel gaaf. De volgende achtbaan is de Eclipse. Eclipse. Zo, en dit is de laatste baan die we gaan doen voor de No Limits aflevering voor deze keer. Beetje paars zie ik. Leuk station, we moeten even gaan wachten. En gelijk al een tunnel in het begin. Dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gezien. Maar dat maakt het wel een beetje scary. Oké, de karretjes gaan. Ik ben heel benieuwd wat die daling is. Want die is best wel leuk gedaan zo. Alleen het ziet er heel lelijk uit, zo'n tunnel. Ik zie wel twee grote loopings. Een halve looping en een hele looping. En voornamelijk paars met wit gebruikt. En ook paarse ondersteuning. Oké, je moet ervan houden. Ik vind het niet mooi, maar oké. Oh, weinig vaart zeg, hè? Nog een kurkentrekker. Oké, dat was een hele simpele baan. Echt een heel simpel ding. Ik ga de vliegtuig even naartoe. Ja, deze was heel simpel. Had wel leuke loopings. Of leuke, ja, over de kop elementjes eigenlijk. Ja, ik vond het ook wel een leuke compacte achtbaan eigenlijk. Maar deze is toch het minst. Ja, ik denk dat nummer 1 gewoon duidelijk heb gewonnen. Maar qua layout vond ik 2 ook fantastisch. Maar de eerste kon eigenlijk haast niet overtroffen worden. En misschien dat jullie een andere mening hebben. Laat weten onder in de comments. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits. Waar we keuze hebben uit 3 achtbanen. Doei doeg! Ah!